Men is alweer volop aan het trainen voor de nieuwe competitie van het seizoen 2010-2011. De vorige werd in Kasteren afgesloten met een heuse korf- en of voetbalwedstrijd van ouders tegen kinderen. Al enkele jaren sluit onze korfbalvereniging de vriendschap het sportseizoen af door wedstrijden te laten spelen van de jeugd tegen hun ouders. Vorig jaar heeft dan voor de eerste keer de voetbal zich met enkele teams bij aangesloten. De voetbal van Kasteren en Netelsel gaat al enkele jaren samen. Ik bedoel, de jeugd gaat al enkele jaren samen. Dit jaar zijn de korfbalverenigingen van Kasteren en Netelsel voor het eerst samen gaan werken. En dat betekent dus dat u hier op het veld de jeugd van Kasteren en Netelsel ziet. De ouders van Kasteren en Netelsel, die zijn hier gezellig tegen hun kinderen aan het spelen. En als u zo kijkt, dan ziet u dat het een heel gezellig evenement is geworden. Maar ja, daar staan Kasteren en Netelsel wel onbekend. En die is dit jaar terechtgekomen bij een jeugdteam. Dat is de F2 van Kasteren. Met een gemiddelde van 1,3 doelpunt per wedstrijd. Dus wisseltrofee wil ik uitreiken aan jullie team. Bij jullie team terechtgekomen. Jullie hebben als team de beste prestatie geleverd om de minste doelpunten tegen te krijgen in het afgelopen seizoen. En ik heb begrepen eerlijk dat jij het meeste in de goal staan. Wil ik jou een proficiëntje maken? En deze week moet jij even met jullie team, zeg maar, samen laten rouleren. Goed! Oké! Okay.